Het is weekend, dus er is nu tijd voor andere dingen. Vandaag is dus vooral in het teken staan van het huisje. Lekker mijn hele huis schoongemaakt en allemaal dingen in de was. En die hangen nu lekker buiten. Maar daar, daar. Hé, dat is pap. En ik ga samen met mijn vader en mijn moeder nog wat dingen fixen in het huis. Dat is het plan van vandaag. Ik was nog net op tijd naar binnen, want... Oh, dat wordt alweer beter. Oh ja, dan zit het gewoon dicht. Dus dat was natuurlijk mooi zo. Vandaar. Ja. Daar zie je niks meer van. Moeder, is dat mooi? Nee, dat is mooi. Oh, dat wil ik ook zeggen. Ja. Die is er wel kieken. Ik zeg het. Hij heeft allemaal goed verkeerd van jou. Dat is mooi, ja. Ja, en je bad spullen ook wel doen. Ja, dat moet echt niet doen. Oh ja, die is gaaf. Eerlijk? Ja, dat is heel mooi. Zo kan je dat ik nou uit Amerika. Kom uit Amerika, hè? Ja, van de oorlog. Had een ICO. Ja. En wij zaten in de kerk en dan opa nou het levenswad gekost, want het, ja, zal niemand nou maar weten. Er zat allemaal puin aan achter de kerk en dan moest opa daar wegruimen, weet je wel. Toen moesten alle grijpen voorkomen van grijpen in Amerika en stond hij ergens op Ize. De kerk was kapot geschoten. Ja, precies. En toen was daar een mijn. Oh. Ja, ze hebben hem opgehoord, ja. Hij had naar school kunnen, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, precies. Zo. En dan kwam hij ook uit. En dat zo, dus hij, hoe oud zou dat ding zijn? Uit puin van de kerk kwam die gaaf hoor. Dat is eigenlijk heel oud. Ja, als je brood er komt, wordt het. Dankjewel. En dan zei moeder dat ik hem graag had. Ik kom nog eens niet voorstellen dat ik hem ooit. Nee, is heel mooi. Ik vind het heel mooi. Dankjewel. Verrassingsbezoekje van oma en man. Ja. Ja, maar het is ook een goede. Wel naar je tas? Of niet? Ja, een tas. Oh, kijk die tas. Wacht maar, zal ik hem even lopen. Nee, ja, een beetje hobbyboerderij, weet je wel. Oh. Zo, toch? Les, schatje. Hi, dus. Nou, succes. Ja, komt goed. Ik weet niet of je het net verstaan hebt, maar ik heb een vergiet gekregen van mijn oma. Mijn oma die praat nogal in het dialect van Driel. Dus voor mij is dat heel goed te verstaan. Ik kan me voorstellen dat het misschien voor jou niet helemaal duidelijk was. En hier zit een mooi verhaal aan dit vergiet. Ik hou van echt dit soort oude dingen die heel goed passen bij mijn huis. Maar er zit een verhaal achter dat in het dorp waar ik vandaan kom, Driel, was in de Tweede Wereldoorlog was de kerk kapotgeschoten. En na de Tweede Wereldoorlog heeft mijn opa geholpen om dat de rotzooi op te ruimen, het puin te ruimen. Terwijl die bezig was met puinruimen, stuitte hij op een mijn. En het had zomaar zo kunnen zijn dat mijn opa dat niet meer was. En als mijn opa het niet was geweest, dan was ik er niet geweest. Dus gekke situaties zijn het altijd. Maar in dat puin waar hij dus aan het ruimen was, daar vond hij ook dit vergiet. Dit vergiet wat ik van mijn oma heb gekregen vandaag, dat is al gewoon, ja, meer dan 70 jaar oud. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt heel gaaf. Ik heb het mooi op de tafeltje te staan zo. Het geeft authenticiteit aan het huis. Dat vind ik heel gaaf aan het huisje in zijn totaliteit. Het heeft een soort van eigenwijze authenticiteit. En al dit soort spullen die ik erin verzamel, zoals dit vergiet en dit hele oude theekannetje. En allemaal dat soort dingen. Ik heb hier ook een oude koffiemolen. Super oud spul. Het geeft het huis een verhaal. Het geeft het huis leven. Dat vind ik het leuke aan het huis ten opzichte van alle huizen en alle kamers en alles wat ik tot nu heb gehad. Het was meer, ja, dingen in de ruimtes waardoor ik kon leven. Om het heel simpel te zeggen. Maar nu in dit huis heb ik allemaal dingen die maken een verhaal. Die maken het huis mij. En dat vind ik heel gaaf. Dus dankjewel oma voor dit supermooie vergiet. Ik ben er heel blij mee. Ook al weet ik, denk jij misschien dat het rommel is. Nou, weer een aantal aanpassingen gedaan aan het huis. Dit heeft mijn vader dichtgemaakt. Het had eerst zo'n gapend gat. Weet je, net zoals hier zo. Dat gaan we nog later nog dichtmaken. Net zoals daarachter, wat we hebben gedaan. En hier is gedaan. Oh ja. Hier hebben we nu plakplastic op gedaan, zodat het er ook leuk uitziet. Kookspullen, pannen, bestek en borden, voeding.
Hier heb ik een nieuwe mat gekregen van oma. En hier hebben we de nieuwe hoedenhaak. Een oude stijgerplank, blauw geverfd, zelfs als in de keuken. Dan kan ik mijn mooie hoed aan hangen. Super gaaf. En, pièce de résistance. Ik heb mijn kleine versterker hier geïnstalleerd. Zo kan ik weer lekker gitaar spelen. Elektrische gitaar, dat is belangrijk. Zal ik een stukje voor je spelen? Flink roestig. Ik was een stuk beter. Love me when I love me. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. Oké, dat was een fijn dagje. Het is heel leuk dat oma en mijn moeder en mijn vader op visite kwamen om nog wat dingen te regelen en ook gewoon om Maasje te zien. Het is heel gezellig en ik vond het ook lekker om weer even gitaar te spelen en ik vond de gesprekken met jou wel leuk in dit vlog. Ik heb gewoon oprecht heel veel lol gehad in dit vlog. Dus tof. Ja, het enige wat ik nu nog ga doen is ik ga nog even mijn bed opmaken en ik ga lekker vroeg naar bed. Ik ga nog even lezen. Dat is wat ik ga doen. Ik ga deze lezen. Leaders Eat Last van Simon Sinek over leiderschap. Misschien kan ik mijn leiderschapskills nog wat boosten, aangezien ik nu echt de leider ben van de Happiness Company. Wie weet leer je wat. Morgen verder met de website van de Happiness Company. Misschien nog wat leuke avonturen beleven. Who knows? Ik ben in ieder geval dankbaar voor mijn familie en alle mooie dingen. En eigenlijk, ik ben heel dankbaar voor mijn huis vandaag. Dat was echt, vandaag was de eerste dag waar ik echt voelde van, ja, wat een lekker huis. Dit is helemaal mij. Proost op het mooie leven en mijn mooie huis. Oh, I need someone to love me.